Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. En fijne Halloween allemaal! Hey. En voor wie dat niet viert, een fijne Facebook-post waarin mensen benadrukken dat ze toch echt niks hebben met Halloween allemaal. We beginnen met politiek. Er is veel gedebatteerd. Hoog tijd dus voor... Avondshow, campagne, lasagne. Ja. Campagne, lasagne. Pas op, hij is nog heet. Eerst het debat tussen Frans Timmermans en Pieter Omtzigt. Dat was gisteravond in Arnhem. En op de redactie heb ik toen voorgesteld om daar iemand naartoe te sturen. Nou, dat vonden ze allemaal een goed plan. En toen gingen we stemmen. En toen is de keuze gevallen op mij. Ja. Dus ik was er gewoon bij. Yeah, Omtzigt Timmermans, Omtzigt Timmermans. Woehoe, 90 minuten lang. Omtzigt tegen Timmermans. Inhoudelijk debatteren. Niemand die ze stoppen kan. Ja. Ik had er echt zin in. Echt zin in. Nee, ik had daar dus echt zin in. Maar ja, toen kwam debatleider Diana Matroos het podium op. En ik heb al gehoord, jullie kunnen lekker veel lawaai maken. En dat is ook leuk voor de sfeer. Maar het kan ook uit de hand lopen natuurlijk. Hè? Dat jullie heel erg gaan joelen. En heel lang gaan klappen. En op het moment dat we dat continu gaan doen, dan gaat het gewoon ten koste van de inhoud. Ja, toen ben ik maar weggegaan. Ja, heb ik nog de Arnhemse binnenstad kort en klein geslagen. Ja, had ik niet moeten doen, weet ik ook wel. Maar ik vond het gewoon jammer. Maar Timmermans en Omtzigt gingen dus met elkaar in debat. En bij debat denk je natuurlijk aan scherpe tegenstellingen en aanvallen over en weer. Maar dat bleef een beetje uit. Hier, Omtzigt en Timmermans zoeken vooral naar overeenkomsten. Timmermans en Omtzigt lief voor elkaar en mogelijke premiers verliefd in Arnhem. Klinkt als een romcom-titel, toch? Alleen beginnen die nooit met mogelijke premiers. En ze eindigen nooit met Arnhem. Maar het klopt wel, Timmermans en Omtzigt zaten heel erg op één lijn. Daar heeft de heer Omtzigt volkomen gelijk in. Daar vinden we elkaar. Daar heeft de heer Omtzigt een heel belangrijk punt. Ik ben het helemaal met zijn lijstje eens. Ik ben het met de heer Omtzigt eens. En dat zegt de heer Timmermans terecht. Die heer Omtzigt zegt terecht. En daarom is het belangrijk wat de heer Timmermans zegt. Dat onverlet, dat de heer Omtzigt volkomen gelijk heeft. Zei de heer Timmermans terecht. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niets heb kunnen ontdekken waar ik het echt mee oneens ben. Ja. Volgende week gaan Suzanne en Freek in debat over de muziek van Suzanne en Freek. Ja, het zijn gewoon hele goede nummers, dat zegt de heer Freek terecht. Dankjewel, Suzanne. Dankjewel. En trouwens, oké, niet helemaal eerlijk, ze gingen ook wel echt de diepte in, hoor. De jeugdwerkloosheid in Spanje is 27% en bij ons is die 8%. Je moet ook de waterschappen een veel realistischer waterpeilbeleid laten voeren. We kennen Mitsubishi Outlanders die eigenlijk nooit met de stekker gereden hebben. Ja. Dat worden wel de twee grote verkiezingsthema's. Bestaanszekerheid en Mitsubishi Outlanders. Ging sowieso veel over auto's. Omtzigt gaf ook nog een tip om goedkoper te tanken. Toevallig heb ik wel een keuze. Want ik woon naast de grens met Duitsland. Dus die benzineaccijns, die worden in Enschede niet betaald. Wacht even, hij tankt in Duitsland om minder accijns te betalen. Dank namens alle pomphouders in Twente. Ja, wij hebben trouwens even uitgezocht waar hij dan precies tankt. Dat is bij het tankstation Tanken Elders in Ochtroep. En over kernenergie waren Omtzigt en Timmermans het trouwens niet eens. Volgens Timmermans is rechts namelijk veel te enthousiast over nieuwe kerncentrales. Als de heer Omtzigt het heeft over religieus debat over de klimaatcrisis, dit debat krijgt religieuze trekjes op rechts. Okay. Hebben in de jaren 70 en 80 nooit hun gelijk kunnen halen. Eindelijk mogen we kerncentrales. Ja, ja. Oh, Jezus. Jezus, rustig Timmermans, ik schrok hiervan. Maar ik dacht ook wel, als hij deze energie kan vasthouden, dan hebben we helemaal geen kerncentrales meer nodig. Kijk, hier, als je hier een dynamo op aansluit. Eindelijk mogen we kerncentrales. Eindelijk mogen we kerncentrales. Eindelijk mogen we kerncentrales. Eindelijk mogen we kerncentrales. Dit levert genoeg stroom op voor 2 miljoen huishoudens. Maar ja, dat moet je dan wel ver op zee doen, want laten we eerlijk zijn, niemand wil dit in zijn achtertuin. Volgende hapje lasagne. Ja, Dylan Jessiugus die mocht op de reguliere televisie bij Editie NL. En daar hebben ze een soort first dates, waarbij lijsttrekkers worden gekoppeld aan een kiezer. Hi. Hallo. Hi. Dylan. Hallo. Aangenaam. Aangenaam, zeker. Ja, vind ik ook. Superleuk om je te ontmoeten. Wederzijds. Hartstikke bedankt dat jullie er tijd voor maken. Absoluut. Vind ik wel heel spannend. Vind ik heel leuk. We komen eenmaal uit Zuid-Laren. Dat is een eentje, hè? Ja. En jij komt uit Turkije. En... Ik ben daar geboren, ja.
Ja, dit is mijn afkomst, ja. Maar heb je ook nog een inhoudelijke vraag? Ja, klopt het dat jullie in Turkije geen knoflooksaus op de dunne kebab doen? Nou, contact met de gewone kiezer, dat kan een keertje gebeuren. Next. Gisteren zat ik tv te kijken en zag ik na het reclameblok ineens dit. Nederland is geen pepernotenfabriek, Caroline. Wat? Nederland geen pepernotenfabriek? Wat zullen we godverdomme nou krijgen? Nee, wist ik wel hoor, wist ik wel. Ik snap alleen niet zo goed waarom je dat zou zeggen. Maar het is dus een spotje van de BBB. Nederland is geen pepernotenfabriek, Caroline. Nee. Nee, zo'n pepernotenfabriek met Excelletjes en spreadsheetjes. Nee. En dan zetten we dat daarin en dan weten we dat het allemaal goed gaat. Nee. Wat? En wacht even, pepernoten en Excel? Iedere andere Nederlander denkt bij pepernotenfabriek aan Sinterklaas en snoep. Maar de BBB denkt, volgens mij gebruiken ze daar spreadsheets en Excel. En trouwens, het viel me ook op, wat zitten ze veel aan hun haren? Dat is zo onhandig, al die wind altijd in de provincie. Of is het misschien een wedstrijdje wie het meest aan zijn haar zit? Zitten we te kijken naar BBB The Battle? Nou, laten we maar even zien dan. Hè? Dat campagnefilmpje dat duurde iets meer dan een minuut. Kijken wie er het vaakst aan haar zit. BBB The Battle. Nederland gaat over de regio's en bijzonder. Ja, zeker. Dat is het mooie van Nederland ook. Dat vind ik zo mooi. Van Nederland, Groningen dan. En we samenwerken en niet concurreren. De regio heeft gewoon recht op zijn bibliotheek, een zwembad, een buurthuis. Een buurt op een afstand van het rechtgebied. Mona wins! Nieuw van L'Agriculture Haarverzorging, Premier. Onze unieke, niet doorgerekende formule voedt, verzorgt en verdelgt. Verrijkt met platgespoten tarwe-extract tegen futloos haar en slappe punten. Geschikt voor alle haartypen, van zwart, vet, krullend tot doodgeblondeerd. L'Agriculture Premier. Kop de veuren gewoon. Zo is dat. Alvast vooruitkijken, dat kan niet, maar je kan wel de hele aflevering zien op NPO Start.